Ien in Friesland komt een tredde Asja, de namen van opvanghuizen van vammen tussen de 14 en 23 jaar, die troch loverboys exporteert binnen in de prostitutie. En er komt een tweede Zahir. Dat is opvang van vammen in dezelfde leeftijd die te krijgen hebben met ere-relateerd geweld of de dreiging ervan. Een opvanghuis had plak voor 8 vammen en dat is nog lang genoeg. Het afgelopen jaar hebben we alleen nogal 50 vampjes net kunnen plaatsen. En door de jaren hebben dat ik steeds in kaart gebracht en geregistreerd. En dat weer maar al, weer dat zo'n bijna 200 meiden die we net konden plaatsen. Dat komt erop deel dat de helften van de slachtoffers net de specifieke help krijgen die tussen opvanghuizen bieden. In het beste geval komen die in een crisiscentrum of een blijf van mijn lijfhuis. Als die meiden dan in een opvangvoorziening binnen weer 8 jaar je regels binnen, nou ja, dat ze aan de boete gaan en alle vrijheden benutten, maar dat zullen oren ik vaak. Dus het risico om slachtoffer te worden, en dat geldt ook voor Zahir als voor Asja, is gewoon heel erg groot om bij slachtoffer te worden, bijvoorbeeld in handen te komen van pooiers of verkeerde contacten in ieder geval. Via Friesland wil verder extra help inzetten voor slachtoffers die een verstoonlijke behandeling hebben. Natuurlijk de bingenage instellingen die er specifiek binnen voor verstandelijke beperkingen, maar net zozeer specifiek voor gericht op expertise met loverboy-problematiek. Nee. En dat is wel heel belangrijk, omdat ik mijn netwerk te maken heb en de samenwerking met de politie natuurlijk, waar trost ik heel snel zijn netwerk kan opruilen en kan oppakken. Er zijn nog maar 3 sokkenhuizen in ons land van dit soort slachtoffers.